nagels zijn het laatste deel van je voedingscyclus. Dat wil zeggen dat eerst alle vitale organen hun voeding krijgen van wat jij inneemt. En dat haar en nagels datgene krijgen wat er overblijft. Als er tekorten zijn van vitamines en mineralen, zie je dat dan ook altijd het snelste in je haar en in je nagels. De komende tijd zal ik een aantal filmpjes delen over wat voeding voor jouw haar kan doen. Heb je bijvoorbeeld vet haar of heb je altijd maar een proteïnetekort, zijn er ook een hoop dingen te doen met je voeding. Heb jij nou hoofdhuid- of haarproblemen gehad en heb je dit opgelost met een voedingssupplement? Of heb jij gewoon met andere voeding haarproblemen of hoofdhuidproblemen opgelost? Laat het hieronder weten. Ik hoor graag van je, zodat we elkaar kunnen helpen.